Welkom bij Readings by Daily. Ik ben coach en energy reader. En ik heb weer na lange tijd zin in een week energie reading. En deze reading is voor iedereen die met wie het resoneert, met wie de titel resoneert. Dus niet per se als je in de tweelingzielenconnectie zit. Daarnaast ga ik aan het eind van deze reading ga ik per sterrenbeeld nog wat thema's, individuele thema's voor jou trekken. Dus aan de hand van een kaartje ga ik trekken wat de individuele thema's zijn voor jou voor deze week. Allereerst hartelijk welkom aan al mijn lieve, lieve abonnees. I love you all. Thank you all voor jullie support, voor jullie liefde, voor jullie warmte, voor jullie berichtjes en jullie comments waar ik op reageer. En ik vind het echt geweldig om mijn YouTube-familie uit te breiden. Dus als je het niet hebt gedaan, abonneer je op mijn YouTube-kanaal. Verder ben ik dagelijks actief op Instagram, dus als je me daar wil volgen, dan trek ik ook elke dag een kaartje. En dus als je me daar ook wil volgen, dat kan via @mydailycoach. Dat is de naam waarop ik op Instagram actief ben. De link daarvan staat ook onder deze video. Kijk je nu naar deze reading en denk je van, joh, ik wil liever iets persoonlijks bij Daily boeken, dan ga naar www.mydailycoach.nl. Ook als je met mij in contact wil komen voor coaching. Althans, je wilt met mij de mogelijkheden bespreken voor coaching. Ja, en nogmaals dank aan alle lieverds die een donatie doen of hebben gedaan via PayPal en via Tiki. Dus aan het eind van deze reading staat, of begin ik met een kaartje trekken per sterrenbeeld. En onder deze video staat de tijd aangegeven, timestamps. Dan kan je direct naar jouw sterrenbeeld gaan of van de persoon van wie je geïnteresseerd bent om te weten wat deze week voor hem of haar in petto heeft. Daarnaast, iedereen die zich heeft aangemeld voor mijn tribe van lieverds, die hebben vandaag een persoonlijke reading gehad in hun mailbox voor deze week. Daar konden ze kiezen uit twee stenen. En daar zat een reading bij, dus die hebben jullie als goed is ontvangen. En daarnaast staat de liefdesbrief ook vanaf maandagavond op de website. Dat is wel de energie-update specifiek voor de tweelingzielen. Dus als je geen genoeg van me kunt krijgen, zou ik zeggen, ga alles checken. Zowel mijn website, de tweelingzielen liefdesbrief. En meld je dan ook direct aan als je het nog niet hebt gedaan voor de tribe van lieverds. Oké. Verder, we gaan even kijken naar deze week. De week van 7 maart tot en met 13 maart is een bijzondere week met op zaterdag de tweede 3 energieportaal. En zondag is ook een mooie datum, vind ik zelf, want zondag is het 13/3/2022. En als je gaat kijken naar de eerste, als je steeds weer het eerste getal pakt, dan staat er 4-3-2. Dat is een aflopende reeks. Dat heeft ook een betekenis. Je hebt oplopende reeksen. Zoals bijvoorbeeld als je op de klok kijkt en je ziet 1, 2, 3, 4 staan. Of s'avonds laat 23:45. Dus 2, 3, 4, 5 zijn allemaal oplopende reeks. Of midden in de nacht 0, 4, 5, 6. Of 1, 2, 3. Hè? 1:23. En daarnaast heb je ook nog eens een keer aflopende reeks. En ook dat heeft een betekenis. Verder op 21 maart, een dag nadat de lente begint, hou ik mijn tweede masterclass van tweelingzielen. Op de website staat waar die over gaat. Maar kort samengevat ga ik kijken naar alle sensaties, hè, wat je voelt, dat jullie eigenlijk bij elkaar voelen en over elkaar voelen. Of over elkaar voelen, zeg je dat goed. Wat jullie hebben, alle beide hebben, zowel jij en je tweelingziel. En wat de betekenis is van al die gevoelens. En ja, wat voor nut dient dat nou om dat constant te hebben. En we gaan natuurlijk weer een hele mooie EFT-tapping sessie houden. Waarbij ik je ga leren hoe je je energie kunt beschermen. Of energetisch kunt beschermen. Ik wil graag de meest accurate reading voor de lieverds die hier naar kijken. Ik hoop het met je resoneert. Als het met je resoneert, geef deze video een like. Alright. Toen ik begon aan de reading, werd ik ineens heel moe. Renewal. Wow. Deze week gaat over renewal en vernieuwing. Dus ik begon, toen ik even begon, voelde ik me heel moe worden. Begon ik te gapen. En ik merk dat ik last heb om me te concentreren op dit moment. Dan ga ik alle kanten uit, alsof ik niet geaard ben. Terwijl ik ben wel degelijk geaard. Ik ben vanmorgen weer lekker na lange tijd. 's morgens vroeg.
Wauw, nieuwe beginnings. Yoga gedaan. Of althans, rek- en strekoefeningen die lijken op yoga. Het is yoga-oefeningen, maar ja, bij mij ziet het er natuurlijk niet zo advanced uit als een ervaren yogi. Dus nog één kaart voor deze week. Dat is wel grappig. Ik praat over reeksen. We gaan van 2 naar 1. Oh. Die wil eruit. Naar 6. Nee. Oké, kom maar. Eén kaart alsjeblieft voor deze week. Wat mogen we weer zoveel? One please, one darlings. Laat even weten hoe het met je gaat en of je er zin in hebt. Of je zin hebt in deze week. Dat heb ik ook in mijn liefdesbrief geschreven. De energie is aan het veranderen. Misschien kan je nog last hebben van weer gratitude. Zie je, die moest er gewoon uit. En onderkant dek is uncertainty. Toen ik dat zei, kreeg ik kriebels. En focus, wauw. Nou, voor de mensen die mijn persoonlijke reading hebben ontvangen van deze week, dan die weten waar het over gaat, hè? Goed, en uncertainty. Oké, de energie voor deze week gaat over een aantal dingen. Het is heel belangrijk dat je wat meer gaat investeren in dankbaar zijn, in dankbaarheid. Misschien heb je een dankbaarheidsjournal of heb je een dankbaarheidspractice. Dat je dat kunt doen elke morgen als je wakker wordt, als ochtendroutine of 's avonds voordat je gaat slapen als je in bed ligt. Maar ook gedurende de dag, gewoon door de dag heen. En wat ook heel mooi is, is gewoon dankbaar zijn om dankbaar te zijn. Dus dankbaar zijn dat je er gewoon bent. Dankbaar zijn dat de zon weer is gaan schijnen. Dankbaar zijn dat het lente wordt. Dankbaar zijn als je gewoon bijvoorbeeld ergens bent, je zit in de auto of op de fiets en je denkt van, oh wat heerlijk, wat ben ik blij, wat ben ik tevreden, wat ben ik dankbaar. Hè, het hoeft niet altijd per se om iets specifieks te gaan. Dus hè, sommige mensen zijn alleen maar dankbaar, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, als ze wat krijgen. Maar dit gaat over dankbaarheid integreren in je zijn. Want dat is ook een van de hoogste frequenties en dat gaat je helpen de komende periode. Vooral als je de afgelopen weken echt in zo'n, ja, hoe moet ik dat noemen, waar we in hebben gezeten? Transformation shizzle. Dus de energie was best wel heftig. Je reageert, hè, lichamelijk reageerde je op, je erop. Je energielichamen reageerden erop, omdat ze steeds een nieuwe upgrade kregen. Dus alles gaat, hè, alle trillingen gaan omhoog. De aarde trilling gaat omhoog. Jouw eigen trilling gaat omhoog. Weet je, kortom. Het kon nogal heftig zijn voor jou de afgelopen paar weken. Dus daarom is het heel belangrijk om toch dankbaar te zijn dat je er vandaag bent, bij wijze van spreken, en dat je zo mooi aan het groeien bent. Renewal en nieuw begin. Dus er is een vernieuwing ergens in en een nieuw begin ergens, hè, mee of in de relatie. De renewal kan zijn dat je nu ook echt het gevoel hebt alsof je klaar bent, alsof je de lente gaat verwelkomen. We gaan ook richting de lente. Dat is dus deze. Daffodil Fairy, dat zijn narcissen, niet narcisten, narcisten, maar narcissen, gele narcissen. En die staan dus ook voor de lente, voor een nieuw begin. En er heeft eerst of er gaat deze week, of er heeft al een eerste vernieuwing in jezelf plaatsgevonden. Wat ik net al zei, misschien voel je dus die shift van zware energie naar lichte energie, omdat je dus door een transformatie heen bent gegaan. Het kan ook zijn, want ze zit met de vinger in het water, dat je van een hele emotionele periode naar een wat meer grounded periode gaat. Oké? Misschien komen we straks wel de frog spirit daar tegen. Dan kan ik even kijken wat de betekenis dat heeft, want dat wil ik nu weten. Maar goed, ik laat even los. Hou er rekening mee van dat er nog, als er nog zaken opgepakt moeten worden, als er nog zaken geheeld moeten worden, dat je deze week daar nog wel een soort van laatste stuwkracht van krijgt. Om het allemaal lekker boem uit je te halen, zodat je wat lichter door het leven kunt gaan en ook mee kunt gaan met de light flow energy. Hou er rekening mee, dus als de energie zo licht is, dat je je goed grondt. Ja, doordat de vernieuwing in jou heeft plaatsgevonden, hè, want het vindt eerst natuurlijk in de energie plaats, daarna in jou en daarna zie je dat dus in je realiteit. Er gaan allemaal mooie kansen ontstaan, mogelijkheden voor jou. En daarom is het belangrijk dat je constant in de vibe van gratitude zit, want dan kan het universum zeggen van hey, we gaan haar nog meer verwennen. Met allemaal mooie dingen. Verder is het belangrijk om je focus te behouden deze week. Vooral als je je op onbekend terrein bevindt. En dat kan te maken hebben met die vernieuwing. Omdat je dus als een nieuw persoon, nieuw mens, sta je nu in het leven. Dat betekent dat je focus ook zal shiften, die gaat veranderen.
En dat kan ervoor zorgen dat je daardoor niet heel goed weet van wat nu? En zolang je je focus verlegt op wat je wel wil, hè, zoals het Hawaïaanse spreekwoord luidt van attention goes, of energy flows where attention goes. Hè, dus zolang je maar je focus hebt op wat je wel wilt, dan maakt het niet uit of je niet zeker bent. Je weet wat je doet, je weet waar je naartoe gaat. En dan word je vanzelf geleid door de energie, door het universum en dan ben je ook in flow. Dus dat is wel even belangrijk dat je daar deze week op let. Verder nog even kijken naar een thema voor deze week. En dan ga ik even een reading houden. Even kaarten leggen. Ik ben een reading aan het houden. Hoppa. Oeh, the five of cups. Focusing on the negative, zie je? En de onderkant dek is de Eight of Cups. Wauw, dit is voor een aantal van jullie is het nog steeds een hele emotional week. Met de Knight of Cups. Kan te maken hebben met een relatie. Het kan zijn dat je op dit moment in een relatie zit, waarbij je heel erg gefocust bent, of jullie beiden zijn heel erg gefocust op het negatieve, op het wat er niet is. Op de verdriet wat er is ontstaan tussen jullie. En dat je erover twijfelt om uit elkaar te gaan, om verder te gaan. Omdat de liefde ontbreekt op dit moment in de connectie. Ja? Als het verhaal niet op jou van toepassing is, dan kan het dus zijn dat andere scenario wat ik hoor is dat je verdriet hebt van iemand die jou is, die jou heeft verlaten, die niet meer met jou is. En die persoon heeft ook heel veel verdriet omdat om wat voor reden dan ook jullie niet met elkaar kunnen zijn. Het hoeft niet per se te betekenen dat die persoon jou letterlijk heeft verlaten. Maar het kan ook betekenen dat die persoon niet met jou kan zijn. En dat is gewoon heel triest en heel droevig. Want er is nog wel heel veel liefde tussen jullie bij. En deze persoon voelt ook heel veel liefde voor jou. Ja? Als het daar niks mee te maken heeft, dan gaat het inderdaad om jouw eigen focus deze week. En dat je je minder mag gaan focussen op wat er niet is, op de misère, op de pijn, op de verdriet. Maar ga je focussen op de toekomst. Wat is er wel? He, je ziet nu alleen de berg, maar wat is er achter die berg? Wat is er nog meer mogelijk voor jou? En zodra je dat doet, of hebt gedaan, of gaat doen, dan ga je zien dat er ineens mogelijkheden ontstaan. De deur gaat open die voor jou eerst dicht leek. En wanneer dat dus gebeurt, dat betekent dat je dan ook weer op een liefdevolle manier en vol creativiteit en vol levenslust kan je je weg vervolgen. Dat gaat dus nu niet gebeuren, zolang je hierin blijft hangen. Oké? Dus please be aware of that. Oké, waar gaan we mee werken? Ik ga met verschillende decks werken, denk ik. Ja. Ga even kijken naar deze week. Wat mag je verwachten van deze week? Wat komt er op je af? Oh. Wat komt er op je af deze week? Mag ik de Star kaart, the World in Reverse? Ik denk dat een aantal van jullie niet wilden dat iets zou eindigen en dat gaat ook gebeuren. Het gaat ook niet eindigen. Kan gaan over die connectie waar ik het net over had. Dat je, hè, want of iemand komt terug en de moon. Wauw. De star en de moon en de world. Wauw, de moon en de stars. Oh. De King of Wands, de koning van staven. De Eight of Pentacles in reversed. De devil ligt ernaast. De Five of Swords in reverse, dus dat is positief. Oh. Misschien heb je te maken met een leeuw. Heb je te maken met een kreeft? Heb je te maken met een waterman, steenbok? Oké, lieve mensen. Onderkant dek is de Ten of Wands omgekeerd. Dus er is een. Hè, er komt maar geen. En de Queen of Wands. Er ligt een koppel hier op tafel. En de Five of Cups. En de Ace of Wands met de Three of Swords. Er is een soort van up and down energie wat hier op tafel ligt. Dus het kan best zijn dat jij in deze vibe zit op dit moment. Even kijken naar mijn kaart hoor, want het is allemaal is omgedraaid.
Het kan zijn dat jij in deze vibe zit op dit moment met iemand. Of de persoon die op, hè, waar je mee te maken hebt, zit in deze vibe. Oké, een paar scenario's. Dus het kan zijn dat jij met iemand te maken hebt op dit moment die in ik denk in een relatie zit met iemand anders of in een connectie zit. En deze persoon, de connectie waarin die zit, dat gaat op en neer. En wat het ook te maken kan hebben met wat ik net vertelde, hè? Want de Five of Cups ligt hier volgens mij twee keer op tafel. Ja, alleen, zeg ik dat goed? Zie ik hem nog meer? Nee, het is niet de Five of Cups. Five of Swords, sorry. Dus, ja, hier. De Five of Cups ligt hier twee keer op tafel, wel. Dus het kan zijn dat de persoon met wie je te maken hebt, die zit in een vervelende situatie wat op en neer gaat. Dat beïnvloedt jou natuurlijk ook. Of jij zit in een connectie met iemand wat steeds op en af gaat. Of het is dus de persoon die naar jou toe komt, die je gaat ontmoeten, die in een vervelende situatie is of je hebt elkaar ontmoet. Hoe dan ook, er zit een dynamiek in van hoge dalen, of hoge pieken, diepe dalen. Ik kom helemaal voor op het erg. Hoge pieken, diepe dalen, Daily. Ik zit te kijken naar die star card. Ik weet niet waarom, maar ik moest er gewoon naar staren. En ik heb het idee dat deze persoon nogal eigenwijs is. Waar je mee te maken hebt. En koppig. En doet lekker zijn eigen ding. Hij is wel heel hij of zij is wel heel lief. Maar dat kan ook trouwens dynamiek zijn die veroorzaakt wordt door deze persoon. Omdat die persoon zo is. En dat zorgt dan voor die up-down, 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 up-down in de connectie. Wat natuurlijk niet heel fijn is. Oké? Okay? Cool. Let's see. Dus het kan dus gaan om iemand die terugkomt in je leven. De persoon die weg wilde, maar niet weg kon gaan. Omdat die persoon heel erg aan jou denkt. Die persoon is nog heel erg invested in jou. Die persoon die voelt nog heel veel liefde voor jou. En dus er ligt hier een reunion. Dus een hereniging met iemand. Of dit is al de connectie waarin je zit. Met die ups en die downs. Dus met de ups en de lows. Weet je? Dat is de dynamiek waar je op dit moment of deze week in gaat zitten. Als het gaat om deze week. Ik geef nooit timing mee, maar voor nu wel. Want het is een week reading. Het kan best zijn dat. Ja. Dat wat ik nu opnoem, oplees. Dat het al gebeurd is. Of dat het nu gaat plaatsvinden. Of dat het volgende week gaat gebeuren. Weet je? Iedereen heeft een eigen timeline. Maar het is iemand die heel veel met jou bezig is. En die had besloten om weg te gaan. Of jij had besloten om weg te gaan van deze persoon. Maar je kan hem of haar niet loslaten. Dat kan natuurlijk ook. Daarboven ligt de Devil and the Moon. En dat is best wel een fiery, dodelijke combinatie. Want ja, wat moet ik nou hiervan zeggen? Er ligt een soort van obsessiviteit in de connectie, in de aantrekkingskracht, in de wijze waarop jullie met elkaar bezig zijn, constant. Het is heel verslavend, de energie tussen jou en deze persoon. Verslavend in die zin van dat je constant met elkaar bezig bent. Je voelt elkaar constant. Het is alsof je niet van elkaar los kunt raken. Het is heel intens. Wat zoals de meeste zielsconnecties zijn. Daar heb ik laatst ook een post over geschreven op Facebook. En daar ga ik nog even verder over schrijven. Want ja, ik ervaar die dingen natuurlijk ook zelf. Dus dan kan ik daar mooi over schrijven. Dit ligt wel in de positie van de toekomst. Dus hou er rekening mee dat dit nog wel eventjes gaat duren tussen jullie, die dynamiek zoals die nu is. Ja? Oké? Okay? Wat mooi is waar jullie vandaan komen, is. Deze persoon was echt wel jouw wens in vervulling. Deze persoon was echt wel het cadeautje. Deze persoon, ja, die was zuur, gefocust, gedreven. Deze persoon is heel leuk. Je kan heel erg met hem of haar lachen. Ondanks dat hij, ja, hoe zeg je dat? Ondanks dat hij eigenwijs is. En voor het eerst in je leven had je het gevoel van, goh, iemand is echt oprecht. Er worden geen spelletjes met me gespeeld. Jullie hadden gewoon een heel leuk contact met elkaar. Ja? Maar om wat voor reden dan ook. Was iemand niet bereid om erin te investeren?
Of jij wilde niet investeren. Of de ander was getrouwd. Dat kan natuurlijk ook. Je zit in een relatie of jij zit in een vaste relatie. Of het had te maken met dat jullie op dat moment niet aan elkaar konden communiceren. Of het gaat om overtuigingen die in de weg zaten. Dus misschien kreeg jij last van bindingsangst of verlatingsangst. Of hij of zij kreeg daar last van. Waardoor jullie niet echt met elkaar hebben kunnen bonden. En jullie dus ook niet aan de relatie hebben kunnen werken met elkaar. Oké? Dus er ligt hier de gemiste kans. Het is niet echt van de grond afgekomen, of althans niet op de manier zoals het zou moeten zijn. En deze persoon komt dan dus terug, of die is al in je leven, en dan gaan jullie met elkaar proberen. Ja? Het is een hele specifieke reading, dus resoneert niet met iedereen. Jullie zijn een koppel, want de Queen en de King of Wands liggen hier op tafel. Dus jullie zijn destined, voorbestemd om met elkaar te zijn, om elkaar weer te ontmoeten. Het mooie is daar waar je het eerst hier moeite mee had, met deze connectie, of hij of zij had moeite met deze connectie, gaat er een last van je schouders afvallen. Gaan de dingen anders worden? Alleen ja, het verdriet is er nog steeds. Oké? Want het is nog steeds voelbaar wat jullie elkaar hebben aangedaan. Maar het verlangen is er ook nog steeds, mijn auberginekaart. Dus het wordt een hele emotionele weerzien of hereniging. Hou er rekening mee dat als je elkaar eerder heel erg zwaar hebt geraakt, dat het niet in één keer zomaar over is en dat mensen het altijd blijven onthouden of voelen. Maar dat het ook altijd getriggerd wordt als jullie met elkaar zijn en als jullie beiden niet of onvoldoende aan die triggers hebben gewerkt. Dus hou er rekening mee dat deze connectie is zo intens, zo diep, zo heftig, dat het niet alleen maar een positieve zin dat jullie zo als het ware als magneten naar elkaar toe worden getrokken. Ook de pijnlijke momenten worden nog eens een keer extra gevoeld door jullie beiden. Als deze scenario's die ik net schetste niet op jou resoneert, en want je zit niet in een relatie of je hebt helemaal geen relatie of er komt niemand in je leven, dan ligt hier op tafel wat gaat over jezelf, oké? En dat is dat je aan de slag mag gaan met dingen die jou klein houden, dingen die ervoor zorgen dat jij niet in actie komt, dat jij niet oppakt wat je wil oppakken, dat je niet kunt werken aan hetgeen waaraan je wilt werken, omdat je steeds met bepaalde overtuigingen rondloopt. Er ligt hier 555 op tafel. 555 is verandering. Ja? Is major changes. Dus je moet die verandering doorgaan. Dat moet je. Ja? Dus het is belangrijk dat je gaat kijken van oké, wat heeft mij nou echt zo diep geraakt waardoor ik eigenlijk stil ben komen te staan? En wat heb ik nog steeds niet kunnen helen of verwerken waardoor ik er nog steeds mee rondloop en daardoor ook niet verder kom? Wat is er voor nodig voor mij om de zware last, alle verantwoordelijkheden die niet voor mij zijn of van mij zijn, los te kunnen laten, zodat ik weer in mijn queen power kan komen te staan? Want zodra je weer op je troon zit, hè, gevoelsmatig, dan is er weer ruimte voor jou, voor je vuur om weer te gaan branden. Je vlam gaat branden. En dat betekent dus ook dat je dan overgaat naar tot actie, wat tot nu toe misschien het geval niet is geweest. En dan, lieve schat, lieve kijker, niet lieve schat, lieve kijker, dan ga je succesvol zijn. Maar nu is er een soort van non-actie, is er een soort van stagnatie, en dat is gewoon zonde. Ja, dus kijk maar of dit met je resoneert. Zo niet dan met het eerste scenario. En anders hoop ik dat volgende week wat meer met je resoneert. Of een andere reading. Goed, we gaan even kijken naar per sterrenbeeld wat de boodschappen zijn voor deze week. Ik heb hieronder deze reading heb ik alle tijden genoteerd. Dus dan kan je direct schakelen naar jouw sterrenbeeld. Laat even weten in de comments onder de video. Onder de reading. Als het met je resoneert en of het met je resoneert. Oké, ik ga voor jou een focuskaart of een thema pakken. Twee eigenlijk. Per sterrenbeeld en voor het collectief. Die is voor het collectief.
En die. Heel mooi. Volgens mij staat de maan ook in stier vandaag. Al deze dagen zeg ik het goed. Dat was volgens mij vrijdag in Ram. Zaterdag, zondag. Maar het kan zo best kunnen. Goed, we gaan beginnen met. Nee, we gaan eerst voor het collectief. Thema voor het collectief deze week is Know Your Worth. Ken je waarde, eigen waarde. Wat er ook gebeurt. Weet hoe geweldig, goed, bijzonder, fantastisch je wel niet bent. Onthoud dat. En fantasie. Wauw. Stel je een andere werkelijkheid voor. Sta jezelf toe om te dromen. Geloof in onbeperkte mogelijkheden. Nou, sluit heel mooi aan op de kaart van focus, hè? Nogmaals, energy flows where attention goes. Dus sta open voor miracles, darling. Toch? Wij zijn realisten, wij geloven in magie, in miracles, toch? Ja. Ik ga het even zo doen. Ja. Ram, wat is jouw boodschap, in ieder geval thema's voor deze week? Allereerste thema is release control. Ram, ram, ram. Probeer je alles te controleren? Wil je graag controle houden? Want dat geeft je het gevoel alsof jij het kan beïnvloeden, manipuleren. Weet je dat zeker? Waar komt deze drang vandaan? Als het een drang is. Of behoefte. Misschien is dat, klinkt dat wat fijner, hè? Als ik het praat over behoeftes. Dus waar komt deze behoefte vandaan? Ram. Release control. Laat controle los. Geef je over. Heb plezier. En vertrouw erop dat het goed komt. Drijven. Zoek een gemakkelijkere weg vooruit. Geef je over aan het resultaat. Laat je verwachtingen los. Nou, nou, nou. Alsof het zo moest zijn. Kijk eens aan. Mooi, hè? Als alles zo synchroon loopt. Dat is de boodschap voor jou, Ram, voor deze week. Je weet wat je te doen staat. Als deze reading met je resoneert, geef het een thumbs up. Lieve stier. Wat kan ik voor jou betekenen? Talk less, feel more. Minder praten, meer voelen. En voor mij is dit al de boodschap van: kom uit dat mooie kopje van jouw stier. Come on, voel het, ervaar het, beleef het. Het is een beetje wat Ram ook had, hè? Controle loslaten, niet te veel willen sturen. Geef je over aan het gevoel, ga er eens in mee. En voel nou eens wat het jou werkelijk wil vertellen. Niet wat jij denkt dat het je wil vertellen, maar wat het je werkelijk wil vertellen. Viering. Het resultaat zal positief zijn. Vier succes. Geniet van wat je bereikt hebt, stier. Misschien gaat het daarover. Dat je ergens een soort van angst hebt. Dat je niet in overgave kunt gaan. Tweelingen. Yes, yes. Laten we kijken. Speak your world into being. En kijk, het is toch zo mooi. First quarter moon in tweelingen, tweelingen. Dus je hebt ook weer synchroniciteit. En er staat, speak your world into being. Dus als je over jezelf praat of over je dromen, spreek vanuit liefde. Spreek met goede adem, noem ik het maar eventjes. Geen slechte adem over jezelf. met andere woorden. Spreek over de dingen zoals jij ze wilt hebben en ze worden werkelijkheid. Heel simpel. Blijf dat doen. Speak your world into being. Kracht. Deze uitdaging maakt je sterker. Je zult de andere kant bereiken. Zoek de geschenken in deze situatie. Nou ja, misschien zit je gewoon in een hele vervelende situatie of je gelooft er niet meer in. En dan ga je uiteraard natuurlijk spreken over dingen die je niet wilt of dat je er niet meer in gelooft. Verander je self-talk. Oké? Okay? Speak your world into being. Niet vergeten. Kreeft. Ja. New moon in Aries. Nieuwe maan in Ram. Ga ervoor, kreeft. Wat het ook is deze week, ga ervoor. Als je voelt, ik heb hier zin in, daar zin in. Ik wil dit doen, ik wil dat doen. Ga er gewoon voor. Yes? Samenwerking. Je bereikt meer als je samenwerkt. Zoek betrouwbare mensen als partner. Laat je ondersteunen door getalenteerde mensen. Nou ja, kijk, en stel je voor, je zou ergens voor willen gaan, maar je hebt hulp ervoor nodig. Ik weet dat kreeften graag dingen zelf willen regelen en die willen ook graag zorgen. Maar soms is het ook goed om mensen erbij te betrekken of voor jou te laten zorgen. Hulp vragen betekent alleen maar dat je heel sterk bent en dat je heel goed kan inschatten dat je iets beter zou kunnen met iemand naast je of als met meerdere mensen of als jullie samen aan iets kunnen werken. Oké? Wauw, leeuw. Lieve leeuw, laten we eens kijken. Full moon in Pisces, forgive. Wie mag jij vergeven?
Leeuw, wie heeft jou pijn gedaan? Misschien mag je jezelf vergeven. Misschien je kinderen, hoor ik. Moeder, vader, zus, broer, partner, ex, whatever. Vergeet niet jezelf te vergeven. En bevrijd jezelf van de zware ballast waarmee je loopt. Ook als mensen je niet kunnen begrijpen. Hè? Want vaak als je op het spirituele pad zit, dan kunnen mensen je gewoon niet begrijpen. Dan begrijpen ze dit soort dingen niet. Vergeef ook die mensen. Ja, voor hun onwetendheid. Bewustzijn. Leef in het heden. Wees je bewust van je gedachten. Let op tekens en hulp. Mooi. Dit is een boodschap van het universum om alert te blijven. En vooral bewust te zijn van hoeveel tekenen jij wel niet op een dag ontvangt. Doe je daar ook iets mee, Leeuw? Maagd, wat brengt deze week voor jou? Focus on the positive. Weer focus. Ik hoor alleen maar focus, 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 focus. Het is belangrijk dat je gaat kijken dus naar de positieve dingen. Dankbaar bent voor, hè, hadden we net ook al gezien, dankbaarheid. Dus dankbaar bent voor wat goed gaat. En vooral in die vibe te komen van de good vibes, gewoon het positieve. Want het kan best zijn dat jij ook deze week heel erg alles gaat overanalyzen, dus overdenken. En dan blijf je vastzitten in het mooie hoofdje van je en dat. Ja, dat brengt niet heel veel. Als je gaat verbinden met blijdschap, je gaat het voelen in je lichaam en je gaat vanuit die of dat gevoel ga je creëren en met die gedachten aan de slag gaan, moet je eens kijken wat voor fantastische week jij deze week gaat hebben, maagd. Mildheid, wees lief voor jezelf en voor anderen. Doe je zachtheid eer aan. Spreek woorden van liefde. Nou, ik hoef daar niks meer aan toe te voegen, denk ik. Libra, lips, weegschaal. Laten we kijken voor de weegschalen. Wauw. Last quarter moon in Leo. Lighten up. Oh. Weegschaal. Wat neem jij te serieus? Of ben je te druk bezig? Of ben je juist te gefocust? Of. Ja, lighten up. Wees lichter. Denk lichter over dingen na. Niet alles zo zwaar aanrekenen. Of dingen groter maken dan ze zijn. Misschien voel je een beetje emotioneel deze week. Weegschaal, wat het ook is. Probeer zo licht mogelijk, zo licht als een veertje door het leven te gaan. En ook zo naar dingen te kijken. Wat luchtiger naar de zaken te kijken. Misschien wordt jouw rechtvaardigheidsgevoel heel erg op de proef gesteld deze week. En dat kan er ook voor zorgen dat je het zwaar in iets wil gaan tillen. Maar soms doen mensen waarvan ze niet eens weten, hè, bewust van zijn wat ze nou exact doen. Maar jij als weegschaal ziet het natuurlijk wel direct in wat er gebeurt. Dus misschien mag je daarin iets wat meer gaan, wat luchtiger gaan zijn deze week. En moed, je bent veilig. Angst is een illusie. Stel duidelijke grenzen, weegschaal. Ja? En misschien is juist een van die grenzen om gewoon wat luchtiger met zaken om te gaan. Bepaalde zaken dan, hè? You know what I mean. Scorpio, schorpioen. En, oh ja, attend to the details. Details, attend to the details. Oké, schorpioen. Dit is tweeledig, deze boodschap van mij. Het kan zijn dat je te veel gefocust bent op de details. Waardoor je dus, ja, dat dan niet meer dat grotere plaatje kunt zien, maar dat je een beetje gaat. Hoe noemen ze dat netjes? Is dat muggensifterij? Of mieren huppelepuppelepup, dat bedoel ik. En aan de andere kant is het ook belangrijk om juist wel, als je dat dus totaal niet doet, om juist wel deze week alert te zijn op de details. Ik ga alleen maar op de details vandaag. Alert te zijn op de details. Als je dingen moet ondertekenen, als je met mensen in gesprek bent, misschien valt je iets nu voor de zoveelste keer aan op. Doe daar iets mee. Ja, zie niet dingen over het hoofd deze week, want dat kan je duur komen te staan. Dat voel ik. Alright? Dans. Laat je lichaam bewegen op de muziek. Dans op het ritme van het leven. Uit je dromen door te dansen. Nou ja, dit is de kaart van beweging. Misschien hou je helemaal niet van dansen. Het gaat gewoon puur over het feit dat je meegaat op de stroom van het leven, maar vooral je eigen ritme volgen deze week. Alright? Boogschutter. Ik heb heel veel planeten trouwens in boogschutter. Dus ik ben nu helemaal Sag-fan. Oké, full moon in Scorpio. Breathe through the tension. Oh my god, boogschutter. Heb je last van emoties, frustraties?
WTF-momenten deze week. Adem in, adem uit. Met andere woorden, blijf kalm. Hou je hoofd koel. Schiet niet direct in de emotie, in de aanval, in het vuur. Of misschien werkt het bij jou andersom dat je gaat verstijven. Gewoon chill. Ademen, tot rust komen deze week. Wie of wat jou ook uitdaagt, blijf doorademen tot 10 tellen. Alright? Oké. Okay. Misschien heb je ook heel veel last van spanning. En dat kan natuurlijk ook spanning van je werk, hoor ik. Spanning van mensen om je heen. Spanning in je tweelingzielenconnectie. Wat er ook gebeurt. Probeer ook te gaan mediteren als het kan. Maar wat er ook gebeurt, probeer goed te ademen. Actie. Dit is het moment om actie te ondernemen. Probeer bewust je dromen waar te maken. Heb vertrouwen in je eigen weg. Heb je daar spanningen van? Lieve boogschutter. Steenbok. Alright. Let's go, let's go, let's go. Go wild. Ja, wat moet ik hierop zeggen, Steenbok? Gewoon laat alles lekker los deze week. Laat alles gaan. Gooi je haren los. Nee hoor. ja, misschien is deze week voor jou een hele mooie uitnodiging om op de flow mee te gaan van de lentezonnewende die eraan zit te komen. En te gaan kijken van waarin beperk jij jezelf nog steeds? Hè? Welke restricties zijn er voor jezelf die je jezelf oplegt? En hoe kun je dat meer loslaten om wat vrijer in het leven te staan? Dat vind ik wel een hele mooie trouwens, voor iedereen. Medeleven, wees mild voor jezelf. Vergiffenis maakt je vrij. Zie het licht in jezelf en anderen, Steenbok. Oké? Wees lief voor jezelf. Be gentle. Aquarius, yeah. Waterman. Wow. First quarter moon is Sagittarius. Believe in your good luck. Oké, Waterman. What's going on? Wat is er gebeurd? Of wat gaat er gebeuren deze week? Ben je even het geloof kwijt? Heb je het idee dat geluk niet meer aan je zijde is? Energy flows where attention goes. Verander dat. Verander je focus. Verander je overtuigingen. En geloof erin dat je gewoon geluk hebt. Het is trouwens ook een affirmatie kan je hierop maken. Hè? Dat je dat gewoon affirmeert elke dag. Geluk is aan mijn zijde. Heel simpel. Heler, wauw, je hebt krachtige helende gaven. Vertrouw op je eigen vaardigheden. Blijf trouw aan je pad als heler. Nou, dat is een hele mooie uitnodiging voor mijn mooie soul sisters. Die ook readers zijn, healers zijn. In ieder geval lightworker. En lightworker, lichtwerker, hoeft niet per se te betekenen dat je met kaarten werkt of zo. Hè? Of dat je healing geeft. Je kan ook bakker zijn en lightworker zijn, bij wijze van spreken. Maar dit is een uitnodiging aan al mijn lightworker. Watermannen om aan de slag te gaan met waar jij voor hier op aarde bent. En dat is je licht te schijnen, op welke manier dat ook is. Oké? Deze week wordt voor jou een hele mooie week om daar in de eerste stappen te zetten of verder op door te gaan als je al bezig bent. En geloof erin dat het je allemaal toe gaat komen. Alright? Tot slot, save the best for last. Pisces, vissen. Last quarter moon in Libra. Make time for self-love. Oh jee, vissen. Ben je weer constant bezig geweest met andere mensen? Met andere dingen doen voor anderen? Heb je jezelf een beetje op de laatste plek gezet? Deze week is helemaal your time, me time, self-love time. Waarmee kan je jezelf nog verblijden deze week? Hoe kan je nog meer ontspannen? Wat heb jij nodig om je krachtiger te voelen, om je sterker te voelen? Weet je, ik kan 100.000 vragen voor je gaan bedenken, ga ik niet doen, want je weet zelf wel wat je nodig hebt als het gaat om zelfliefde en self-care. Ik had voornamelijk over self-care net, maar bekijk voor jezelf deze week wat je nodig hebt. En kijk eens aan, natuur, zorg voor aarding, zoek je toevlucht in de natuur, zoek aansluiting met de natuurgeesten. Wauw, mooi. Heel mooi. Met de elfen, met de unicorns en van alles heb je daar. De boomgeesten, nou ja, Gaia, hè, moeder aarde. Maar waar het om gaat is dat je moet zorgen voor aarding, staat op deze kaart. En dat is ook wat mij betreft een stukje self-love. Want het is belangrijk dat je hier goed in je lijf, in je lichaam zit. Dat je niet te veel zweeft, vissen. Dit was hem dan, de week reading van 7 maart tot en met 13 maart. Ik hoop jullie ervan hebben genoten. Als je het bevalt, ga ik het volgende week weer doen. Dus ik wens je een fantastische
fantastische week. Vergeet niet om te manifesteren op het tweede energieportaal van zaterdag aanstaande. En daarnaast hebben we dus een hele mooie week. Gaan we richting de lente. En ook de volle maan die eraan zit te komen in maagden weet erop. En vergeet je niet om je aan te melden voor de masterclass van tweelingzielen blokkades weghalen op 21 maart.